Ter Apel vanmiddag rond 12 uur. Alweer wordt een tent opgezet. Dat zijn er nu al een stuk of 10, het dubbele van gisteren. Want ook het aantal actievoerders is verdubbeld, van 50 naar 100. Onder hen niet meer alleen Irakezen, maar ook Somaliërs. Vanuit het hele land komen de uitgeprocedeerde asielzoekers naar Ter Apel toe. Ook jongeren, zoals de 16-jarige Nadine. Ze is met haar ouders van Nijmegen naar Ter Apel gekomen omdat ze geen onderdak meer hebben. Samen met 14 anderen heeft ze nu 2 nachten in een tent geslapen. Want ze wil gewoon in Nederland blijven. Ik zit nu op school, ik heb hier vrienden. En ja, ik kan ook niet eens Arabisch lezen, schrijven kan ik ook niet. Dus als ik terug moet naar Irak, dan kan ik daar niet leven. Dat is gewoon niet, dat kan ik gewoon niet voorstellen. Als mijn moeder teruggaat, dan moet ik ook terug. En daar kan ik niet eens schrijven, lezen of die taal spreken. Dat is gewoon echt niet normaal. Wat vind je ervan, zo'n kamp? Ja, ik vind het beter dat ik naar Irak terug ga. Nou, ben je 16 jaar, slaap je hier in een tent. Wat vind je ervan? Dat vind ik geen enkel probleem. Ik blijf gewoon hier, dat is gewoon mijn toekomst. Maar niet alleen Nadine en Aida zijn in Ter Apel voor hun toekomst. Sinds gisteravond is er ook een groep Somaliërs. Zij hebben inmiddels een ware zwerftocht achter de rug. Emmen, Rotterdam, Den Haag, op de straat. En nu dus hier? Ja, we hebben geen huis, we hebben geen medicijn, we hebben geen hoop. De actievoerders krijgen inmiddels hulp vanuit het hele land. Zo zijn er dekens onderweg in nog meer tenten voor nog meer mensen.